auto aan het rappen in een roze wrapping. En dit soort dingen neemt 2 dagen in beslag ongeveer om een totale auto te rappen. Ik kan een auto ongeveer rappen vanaf €1000. Hangt dat een beetje vanaf de grootte van de auto en wat je precies wil. Kunststof wrappings. Die zijn in echt diverse kleuren te krijgen. Je kan het zo gek niet verzinnen eigenlijk. En, ja, het is maar net wat je zelf wil. Ik ben Hetzer, dit is mijn Twingo. Nou, ik wil alleen beginnen met de bandjes. Nou, het zijn 13-inch wieltjes. Ja, het zijn driedelig, dus het bestaat uit 3 delen, de velg. Nou, de motor die in deze auto zit is een 1.4 turbo. Hij komt uit een Renault 5. Hij is volledig opnieuw opgebouwd. Een andere turbo, makkenaars, nieuwe zuigers. Nou, en allerlei extra natuurlijk om de motor koel te houden. De auto wil 210, zoals de versnellingsbakken toelaat. Maar boven de 180 dan houdt het wel op, want dan rijdt de auto voor geen meter meer. Ik ben Michael, ik ben 26 jaar. Dit is mijn Nissan Juke uit 2010. Wat ik eraan gedaan heb, hij is 10 centimeter verlaagd. Er zitten 19-inch velgen onder. Kijk, ja, er zit een boelbal voorop. Speciale achterlichten vanuit Japan. Ook nog een spoiler vanuit Japan, heb ik allemaal laten importeren. Ik ben Wilco, ik ben eigenaar van deze Astra J. Ik heb hem bijna helemaal zelf gemaakt. Alles is dicht geweest bij mij. Ik heb folie gemaakt, samen met vrienden van mij. Ik heb speciale wielen, 3 SDM. Mijn bumpers zijn dichtgewerkt, mijn interieur is helemaal veranderd. En ja, het is een hobby, hè.